Voormalig topturnster Suzanne Harmers zat er doorheen toen ze bij hem aanklopte. Deze week overleed turncoach Boris Orlov, de man waarmee zij grote successen behaalde. Hoe is het om marsleider te zijn van het gezelligste evenement van Nederland of het strijdlied te mogen schrijven voor de Zwarte Cross? En omdat het de allerlaatste uitzending van het seizoen is, delen wij vandaag Surinaams schaafhuis uit. Dit is de Week van Gelderland. Maar eerst, hoe is het met de 76-jarige Daniel Ritmeester die deze week in Uggelen van zijn fiets werd gereden en met ernstige verwondingen in het ziekenhuis belandde. De wielrenner die het hem aandeed, die reed door en dus begon zijn kleindochter Lisanne een zoekactie. En Lisanne staat samen met oma Annelies Ritmeester bij mij in de bar. Van harte welkom. Ja, hoe is het met opa? Ja, opa is vanochtend om 11:30 thuisgekomen. Eindelijk. Ja, want het letsel loog er niet om, hè? Wat had hij? Hij had 2 gebroken ribben, een slagadelijke bloeding aan zijn hoofd, waar nu flink wat hechtingen in zitten. Een zware hersenschudding en nog een hechting in zijn hand. Ja, het gaat om uw man, u zult geschrokken zijn. Ja, dat ben ik zeker. Ja, ja want u zat samen op de fiets. Ja. Er kwam een wielrenner aan. Ja. Ramde tegen die schanten hem. Ja. Ja, die schanten hem. En die reed door. Die reed door? Die reed door. Die draaide zich nog even om en zei van, kan het fietspad nog breder of iets van dergelijke strekking? Mijn man stond meteen op en het bloed spoot, hij had een slagadelijke bloeding, spoot uit zijn hoofd. En het fietspad, ik ben nog met mijn kleinkinderen wezen kijken, dat is overal en een heel spoor ook nog. En dus direct de ambulance gebeld? Nee. En opgenomen in het ziekenhuis niet? Nee, er kwam een buurman. Op de fiets aan, bij ons achter. En die is heel snel naar huis gegaan, heeft de auto opgehaald. En die heeft hem naar het ziekenhuis gebracht. En vandaag is hij thuisgekomen? Vandaag is hij thuis. Gelukkig maar, hè? Ja. Uw kleindochter Lisanne besloot het er niet bij te laten. Je bent een zoekactie gestart op Facebook. Dat leverde ontzettend veel reacties op, volgens mij 1500 keer gedeeld, hè? Bizar. En met name wielrenners reageren. Ja, daar ben ik heel blij om, want daar kwamen wel de meest nuttige tips van. En wat niet de bedoeling was dat de wielrenners werden wel een beetje zwart gemaakt. Want iedereen had commentaar op andere wielrenners. En wielrenners staan er wel een beetje bekend om. Maar niet elke wielrenner is zo. Dat gelukkig. Was ook niet jouw doel. Jij wilde, ik wilde de man getuigen. Die dit jouw opa heeft aangedaan vinden. Die wilde ik vinden. Ja. Zeker. Ja, het was echt een getuigenoproep. Of puur om hem te vinden. En niet om wielrenners zwart te maken. Echt en je niet. Bent heel ver gekomen. Ik ben heel ver gekomen. Ja, dankzij mede wielrenners hebben we... een vermoedelijke dader weten op te sporen. De rest van mijn zoektocht heb ik nu aan de politie overgedragen. En wat daaruit naar voren komt, dat weet ik nog niet. Ja, je hebt gebruik gemaakt van een app die heel veel wielrenners gebruiken. Ja, zeker. Dan kun je traceren welke wielrenners op welke route reden. Precies. Er was één man die dat die morgen deed. Ja. Daar ben je gaan kijken van, past die in het profiel zoals oma en opa dat geschetst hebben. Precies. Je bent met al die informatie naar de politie gegaan. Ja. Wat was hun reactie? Ja, zij waren heel erg verbaasd dat ik zo ver was gekomen. Ja, ze boden je zelfs een baan aan, toch? Ja, precies. Ja, ze waren wel heel erg onder de indruk. Ja, maar dat was ik zelf ook. Maar ik had het niet alleen gekund, echt niet. Is het belangrijk voor uw man dat de dader gevonden wordt? Nou, niet alleen voor mijn man natuurlijk. Ook voor een heleboel andere mensen die dat overkomt. Want dit kan niet. Hij had gewoon moeten stoppen. Hè? En moeten helpen. Ik bedoel, ik stond er alleen met mijn man. En die was echt helemaal de weg kwijt. Ja, dat begrijp ik. Ja. Dus belangrijk dat hij gevonden wordt. Volgens mij ben je heel dichtbij, Lisanne. Ja, ik hoop het. Ik hoop echt dat de politie verdere stappen maakt. Want, laat je ons weten als die gevonden is? Zeker, hij wordt gevonden. Het is mijn doel, echt waar. Ja. En nu zometeen weer snel naar opa, hè? Zeker, Vier handen op één buik, hoorde ik al, hè? Ja, zeker. Oudste kleinkind. Wens hem sterkte namens ons. Dank u wel. Hij zal trots op te zijn. Dat is iedereen. Ja, dankjewel Lisanne en oma Annelies. Ja, dank u. Is heel anders, want wekenlang is er al geen druppel gevallen. En dat blijft voorlopig nog even zo. Al weken is er geen druppel regen meer gevallen. Vooral in de Achterhoek en op de Veluwe, de zandrijke gebieden, daar is het kurkdroog. Voor boeren gelden daarom strenge maatregelen. Een boer die wil sproeien, moet eerst controleren of het waterpeil hoog genoeg is.
paarden bezig met strohalen. En de ene keer keken we achterom en toen zagen we dat het begon te branden. Hoe eerder zo'n brand ontdekt wordt, hoe beter het vuur te bestrijden is. Controleren vanuit de lucht helpt daarbij. Sinds vorige week vrijdag vliegt de brandweer boven de Veluwe om de controles uit te voeren. De droogte wordt een steeds groter probleem in Gelderland. Sinds 2 dagen is er een crisisteam actief. De dijken zijn heel droog en hier en daar hebben we al een beetje droogtescheuren. Maar deze droogte kan de komende jaren wel eens een structureel probleem blijken. Ja, en over de gevolgen van die extreme droogte gaan we hier nog even verder praten. Dat doe ik met Albert-Jan van Maren, brandweercommandant en landelijke coördinator als het gaat om natuurbranden. Van harte welkom. Dank u wel. En ook Jan Potkamp, boswachter in Nationaal Park de Hoge Veluwe. Ook van harte welkom. Veluwe Zoom, moet ik zeggen. Ja. Hoe uitzonderlijk is deze droogte? Ja, dat zou je misschien aan de weerkundige moeten vragen. Maar het is in ieder geval een hele lange droge periode die we lang niet gezien hebben. Ja, u bent al 35 jaar boswachter. Heeft u eerder meegemaakt dat het zo droog is? Nee, dat kan ik me niet herinneren. Of dat statistisch helemaal klopt, dat weet ik niet. Maar in mijn gedachten heb ik dit niet eerder meegemaakt. In uw beleving is het nu wel heel extreem droog. Betekent dat extra drukte voor de brandweer? Nou, gelukkig nog niet echt. Dus mensen zijn heel alert en dus het valt wel mee. Ja, want het is wel alarmfase, hè, voor natuurbranden natuurlijk. Ja, klopt. Dat doen we vooral om mensen op te roepen om voorzichtig te zijn. Dat is denk ik het belangrijkste. En nou ja, je zou kunnen zeggen, we zien de effecten daarvan. Want nou, we hebben het gelukkig niet al te druk. Ja, voor mensen die oproepen dan niet meegekregen hebben, wat kunnen wij doen? Gezond verstand gebruiken. Wees gewoon voorzichtig in de natuur met je rotzooi, met barbecue en open vuur uiteraard. Op camping en campingterreinen opletten. Dat. En wat doet u? Wat wij altijd doen. Wij zorgen dat we paraat staan als brandweer. En nu niet extra? U gaat niet het extra in de gaten houden nu het zo droog is? Nou, we verkennen met brandweervliegtuigjes op dit moment. Dat zagen we net ook al. Ja, de brandweerorganisatie zelf, wij staan het hele jaar door paraat voor heel veel incidenten. En natuur is daar eentje van. Dus het is niet zo dat wij in één keer met veel meer mensen paraat zijn. Ja, dat denk ik dan wel. Ja, ik denk dan droogte, hitte en wind. Dat is toch een gevaarlijke combinatie. Nou ja, we moeten ook met z'n allen alert zijn. Maar zoals ik zeg, de brandweer is 24/7, 365 dagen per jaar paraat. We doen natuurlijk ook woningbranden, ongevallen, hulpverleningen. Ja, dat snap ik wel. Maar als wij dan denken aan extreme droogte, dan denken we ook bijvoorbeeld aan de natuurbranden in Zuid-Europa. Ja. Hoe groot is de kans dat het hier zou voorkomen in die extreme mate? Ja, dat vergelijk moet je niet snel maken. Zuid-Europa kent hele grote uitgestrekte gebieden waar zelden iemand komt. Waar ook helemaal niks gebeurt. Terwijl juist in Nederland zien we dat we natuurlijk heel intensief gebruik maken met z'n allen van de gebieden. Ook op een hele andere manier bezig zijn geweest de laatste jaren met de inrichting. Ik denk dat de kans erop wel kleiner is. Ja, u zegt we zijn op een andere manier bezig geweest met de inrichting. Ja. En dat betekent dan een beetje, als ik het dan vertaal, dat de natuur ingedeeld is in compartimenten. Zodat die brand niet heel snel verder zou kunnen gaan. Ja, we proberen in ieder geval samen met de collega's natuureigenaren na te denken over de inrichting. De toegangswegen, de waterpunten. Want ja, er liggen geen brandkranen, maar gelukkig wel allerlei geboorde putten en poelen. En op die manier zijn we in Nederland goed voorbereid. Ja, hoe is het in uw park? Hoe is het met de bomen, de planten, de dieren? Hebben ze last van de droogte? Ja, ze hebben er wel een beetje last van. Je ziet daar wel gevolgen van. Vooral onze paden en Schotse hooglanders, die hebben water nodig. En die poelen vullen we regelmatig. En dat gebeurt in iedere droogteperiode wel een keer. Maar we zijn nu met de 3e keer begonnen, dus dat is op zich wel uitzonderlijk. U maakt overuren. Wij maken overuren, maar vooral de loonwerker die voor ons al het werk verricht, nou die maken echt overuren. Oh, u laat overuren maken. U zit in een betere positie, begrijp ik. Nou, dat weet ik niet. Financieel niet helemaal, want het klopt. het kost allemaal wel een beetje geld. Maar goed, dat is van minder belang. Ja. Het belangrijkste is dat we onze dieren goed verzorgen. Zeker. Ja. Nu breekt ook de vakantieperiode aan. Ook een periode dat mensen heel graag recreëren. Doen dat onder andere in bosrijke gebieden. Wat zou u die toeristen willen meegeven? Kom lekker op visite, kom lekker genieten van de bossen. Daar is het lekker koel, er is schaduw. Met een beetje wind is het daar heel goed vertoeven. En het is zo een graad of 6, 7 koeler als in de stad. Dus ja, kom gewoon lekker langs maar, en aan. En doe geen gekke dingen, maar dat zei Albert-Jan net al. Hè? Ja. Precies. Ja. Blijven genieten, zeggen wij ook altijd. Ja, niet die sigarettenbeuk even in de droge natuur neergooien of een barbecue'tje. Nee, dat allemaal liever niet. Dat allemaal liever niet, hè? Nee. En kunnen we ook nog wat doen voor de dieren in onze achtertuin bijvoorbeeld?
Ja, je kunt altijd eens een keer een schaaltje water neerzetten of zo. Dat heeft wel zin. Ja, dat lijkt me nog niet overbodig. Daar staat niks of niemand in de weg. Nee. En de dieren die er profijt van hebben, die weten het wel te vinden. Nou blijft het voorlopig nog even droog. Althans, dat zijn de voorspellingen. Ja. U bent nergens bang voor, alles onder controle? Ja, wat we kunnen doen hebben we gedaan, denk ik, met z'n allen. We zijn alert, we hebben de mensen gevraagd om op te letten. En vooral de brandweer te bellen als het nodig is. En daarmee maak ik me op dit moment geen zorgen. En u mag af en toe de lucht in, met zo'n vliegtuigje voor de inspectie. Ja, nou, dat doen veel collega's van mij. Dus inderdaad, die mogen ze af en toe weer de lucht in. Ja. Ja, dat is dan ook wel weer aardig, toch? Jazeker. Ja, maar we zitten gewoon hartstikke veilig in Nederland. We zijn behoorlijk veilig. Maar we moeten wel alert zijn. We moeten alert zijn. Dank u wel. We zijn alert, met z'n allen. Dat is de boodschap. We gaan even naar de kinderen. Wekenlang hebben de kinderen allerlei uitspraken gedaan over het nieuws die week. En deze week, omdat het de laatste is van het seizoen, hebben we een compilatie gemaakt van de allerleukste uitspraken. En dan... Hij komt uit Paradijsbos. Ja, dus... Zet hem uit, ja. Wat is dit? Hey, oh, hij wordt zwart. Nee, het is geen telefoon. Maar ik snap niet hoe hier muziek op kan staan, want het is gewoon een soort draadje. Bleh. Muziek? En dan moeten we dit eigenlijk zo in de verkeerde volgorde weer erin doen. Is dit een glutenvrije? Moet je ruiken. Ik ga hiermee beginnen. Oké. Dat is echt heel vies. Maar misschien vinden dit kinderen wel lekker, omdat hun daar misschien aan gewend zijn aan dit smaakje. Glutenvrije kinderen. Ja, die vinden dit lekker. Transgender, dat is... transgender, of? Doe het gewoon normaal. Iedereen mag gewoon zijn hoe die wilt zijn. Mij maakt niks uit, want hun worden dan gelukkig. Ja, als de mensen maar blij zijn. Alleen net of die een poep is of zo. Hoe kom je daarop? Oh ja, er is een soort van evenement. Oh ja, dat kan ik ook wel. Burlen. Ik burl, jij burlt. Wij burlen. Ik snap ook niet waarom je aan dit soort dingen zo meedoen. Je staat toch super erg beschut. Nou, ik denk dat we gewonnen hebben, hoor. Denk ik ook. En soms nemen ze mijn band leeg, maar... Pesten het meest omdat ze aandacht willen. Maar je band lek steken, dat wist ik niet. Dat heb je nooit verteld. Ja, want ik hou het ook privé. AED's. Dat je een soort van strijkijs vast over hebt. Vaak is de ambulance ook te laat. En dan weten de meeste mensen niet wat ze moeten doen. Dus daarom moeten er meer van die kastjes komen. Nou, mijn oma die vroeg... Weet je waar AED voor staat? Ik zei als eerste dood. Waarom zou je dat doen? Ja. Drugs maken. Klopt. Dat is toch niet gezond voor andere mensen en ook niet voor jezelf. Vaccin, drankjes of pillen? En drugs kan ook verwerkt worden in sigaretten volgens mij. Ja, dan doen ze er wietspul in. Dan hoor je een beetje koekoek van. Ja. Ja, of je gaat naakt op straat staan of zoiets en over straat heen. Oh jongens, dat moet je ook echt vooral niet doen. Ja, maar dat gebeurt dan met je. Je hebt niet meer echt controle over je eigen lichaam. En wij willen natuurlijk alle kinderen bedanken die meegedaan hebben aan dit fantastische onderdeel. En de makers, Judith en Alberto. Iets heel anders. Wie de turnsport een beetje volgde, kent deze markante man. Deze week overleed voormalig turncoach Boris Orlov. Hij werd 73 jaar. In 1981 leidde in de toen nog Sovjet-Unie hij Olga Berdychova naar de wereldtitel. En in Nederland trainde hij jarenlang onder andere de toppers van de Hazekamp in Nijmegen. En een van die toppers zit bij ons, Suzanne Harmers. Jij verhuisde destijds speciaal naar Nijmegen om onder de Russen Orlov te trainen. Hoe kwam het nieuws deze week bij jou aan? Ik hoorde het via Esther Heijne, dus mijn trainster. Die werkt altijd samen met Boris Orlov. En ik hoorde het nieuws heel snel. Ja. En ja. Marijn Berendsen, jij bent de voorzitter van de Hazekamp. Hoe hoorde u het nieuws? Nou, dat ging via de media en via de vereniging werd dat uiteindelijk snel verspreid. Dus, snel bereikt, ja. Ja, dat gaat tegenwoordig wel snel, ja. En wat dacht je? Nou ja,
tragisch vond ik het dat hij toch op relatief jonge leeftijd overleden is. En ja, verder ga je dan toch ook snel terugdenken. En dan denk je daar toch ook gewoon wel met warme herinneringen aan terug. Aan de periode dat hij bij ons gewerkt heeft. Komen we zo nog over te spreken. Suzanne, jij begon op zeer jonge leeftijd, hè, met turnen in Zoetermeer bij ProPatria. Jij ging op 16-jarige leeftijd verhuizen als heel jong meisje dus naar Nijmegen om onder hem te trainen. Waarom? Ja, omdat het in Zoetermeer heel lastig ging. En er waren heel veel trainers die niet goed om konden gaan met meisjes die wat ouder werden. En dus ja, ik ging specifiek naar Boris toe. Omdat Boris er bekend stond dat hij geduld had. Dat hij goed met je kon omgaan. En dat hij wist hoe hij met jonge meisjes moest omgaan. Dus daarom ben ik speciaal naar Nijmegen verhuisd voor hem. Ja, want hoe was jij het toen zelf in die tijd mentaal aan toe? Ja, niet heel goed. Ik was er best wel redelijk slecht aan toe, inderdaad. Dus hij moest aan het begin ook best wel veel geduld hebben met me. En dat had hij gelukkig ook. En toen ben ik vanzelf alweer opgebloeid en is het weer beter gegaan. En heb ik goede resultaten behaald. Dus dat is echt wel dankzij zijn manier van lesgeven en hoe hij met ons omging. Ja, jij zegt ik heb goede resultaten gehaald. Je haalde brons op het WK 2005 in Melbourne. Je plaatste je voor de Spelen in Athene en Peking. Ook nog een derde keer, maar toen ben je niet gegaan. Zou dit zonder hem gelukt zijn? Nee, absoluut niet. Ik kon technisch al goed turnen, maar echt dankzij zijn manier van coachen en hoe hij persoonlijk met iedereen omging, daardoor heb ik dit echt wel kunnen behalen. Ja. Ja, in 2007 ben jij bevallen van een zoontje. Ja. Je werd een turnmoeder ook genoemd. Die zwangerschap kwam onverwacht. Ja. Jij trainde toen onder hem. Hoe reageerde hij? Hoe ging hij daarmee om? Ja, heel erg lief. Ik denk dat het voor best wel veel mensen een shock was. En dat heel veel trainers echt hadden gedacht van, oh mijn god, wat moeten we hiermee doen? Maar Boris reageerde er heel rustig onder. En hij heeft me echt de ruimte gegeven om mijn keuze te maken. En welke keuze ik als mens wilde maken en niet als sporter. En dat siert Boris ook, dat hij mij daar zo goed in kon bijstaan. Ja, ja. Nou denk ik, hè, het was toch een rust. Dat zijn dan coole kikkers die trainen met harde hand. Maar hij was eigenlijk, als het om jouw wedstrijden ging, misschien nog wel nerveuzer dan dat jij was, hè? Ja, nee, klopt. Ja. Boris kon heel nerveus zijn voor wedstrijden, inderdaad. En ik kon altijd wel redelijk goed ertegen. Maar Boris was altijd nerveuzer, dus dat was wel heel grappig om te zien hoe erg hij betrokken was bij ons. Ja. Nou weten we ook uit de media dat waar Boris Orlov was, daar was er ook gedoe. Hè? Hij voelde zich vaak niet begrepen in Nederland. Hij heeft een uitspraak gedaan van, je bent mijn vriend of je bent niemand. Herken jij hem daarin? Nou, dat was denk ik meer richting andere zaken die eromheen waren. Omdat hij vond dat het niet professioneel genoeg ging, zeg maar. Ik denk dat hij daar tegenaan liep. Maar hoe hij met ons omging als turnsters, was hij absoluut niet zo, zeg maar. Nee, dus nee, ja. Ja, jij klikt nee, daar wil je iets over zeggen volgens mij, hè? Nou ja, inderdaad. Wat Suzanne ook zegt, van, ja, dat was de manier waarop hij naar de niet-sporters keek. Of mensen die daar van de buitenkant of commentaar op hadden. Of in zijn optiek de randvoorwaarden niet goed genoeg op orde hadden. Daar kwam hij natuurlijk ook uit een heel andere cultuur. Als het om de manier waarop er met sport omgaan wordt gegaan. Dus daar wilde hij nog wel eens tegenaan trappen of daar een uitspraak over doen. Maar als je hem zelf bezig zag, dan herken ik dat beeld eigenlijk helemaal niet. Wat heeft hij betekend voor de Hazekamp? Wat heeft hij überhaupt betekend voor de turnsport in Nederland? Nou, voor de Hazekamp heeft er samen met Esther Heijne voor gezorgd dat de Hazekamp eigenlijk 12 jaar lang, de jaren dat zij bij ons gewerkt hebben, gewoon aan de nationale top hebben gestaan. En in die periode zijn er ook, Suzanne is daar een heel mooi voorbeeld van, internationale successen behaald. Waardoor de turnsport ook echt op de kaart is gezet. En dat geldt voor Nederland en dat geldt voor Nijmegen in het bijzonder. Nijmegen staat sinds die periode echt bekend als een stad waar top turnsport wordt bedreven. Dus dat is grotendeels aan dat duo te danken. Wat was zijn kracht? Wat deed hij anders dan anderen? Nou ja, ik heb hem zelf destijds veel in het werk gezien. Eigenlijk, ik denk dat zijn kracht was dat hij eigenlijk 10 trainingen tegelijk aan het geven was. Dus iedere sporter kreeg zijn eigen behandeling. En sommigen die moesten flink achter de broek aangezet worden. En sommigen die liet hij eigenlijk ogenschijnlijk heel erg met rust. Die maakte hun eigen keuzes. Dus ik denk dat hij heel goed kon differentiëren in hoe hij met sporters omging. En Suzanne wilde wat puberen, hè? Jij kreeg wat ruimte van hem ook, hè? Ja, ik denk dat het beste werkt voor pubers. Als ze gewoon wel een beetje de ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen, inderdaad. En dat kreeg ik echt wel bij. Want jij moet al zoveel als topsporter. Ja, dan is het ook fijn dat je af en toe even iets mag doen wat eigenlijk misschien niet in het programma past. Ja. Dat was hij ook, hè? Ja, dat was hij zeker ook. Nou weten we ook allemaal dat hij daar waar Jury van Gelder uitgekotst werd door iedereen, hè, geschorst werd vanwege zijn cocaïnegebruik, dat hij ook hem weer ging trainen. Dat zegt wel wat over deze man, hè?
Ja, het was een hele speciale man inderdaad. En wat dat betreft keurt hij mensen dus ook niet snel af. En dat maakt hem wel heel mooi. Ja. Heb jij nadat je gestopt bent met turnen in 2011 nog contact met hem gehad? Ja, wij zagen elkaar regelmatig. En dan hadden we een bijeenkomst. En dat noemden we altijd onze dreamteam bijeenkomsten. Dus één keer in de zoveel tijd zagen we elkaar wel. Ja, zeker. Ga je naar zijn afscheid? Ja, morgen is de crematie. Dus zeker. Daar ben jij bij. Ja. En als ik dan naar jou vraag nu. Zeg eens in één of twee zinnen. Welke rol heeft deze man in jouw leven gespeeld? Ja, het is voor mij wel heel speciaal geweest. Ik vind het wel lastig om te zeggen. Ja, het is voor mij wel, het is echt wel een verandering geweest voor mij in die tijd. Ja. Hij heeft je op de rails gehouden misschien wel. Ja. Ja. En ervoor gemaakt dat jij fantastische succes hebt geboekt. Waar wij met z'n allen van hebben kunnen genieten. Ja. Ja. Hoe herdenken jullie hem tot slot bij de Hazekamp? Wij gaan binnenkort verhuizen naar een nieuwe accommodatie. En daar richten we sowieso een soort eregalerij met alle sportieve successen die behaald zijn. Ik denk dat, dat Boris daar ook een mooi plekje gaat krijgen. Daar gaan we zeker iets voor verzorgen. Ja, want die eregalerij is door hem groot geworden. Dat gaat is absoluut het? Waar. Ja. Ja, heel veel sterkte morgen. Ja, dankjewel. En heel fijn dat je hier je verhaal hebt willen doen. Ja. Dankjewel, Susanne Hamers en Marijn Bierissen. Ik ga even naar het ijs. Ja, het is ook mooi weer. Ja. En er wordt hier ijs gemaakt. Zal ik je zo een ijsje komen brengen? Ja, gaan we doen, gaan we doen. Er komt zo een ijsje voor Suzanne. Want we hebben hier, ik moet even kijken, Judith Oosting en Rob Liestek uit Arnhem. Zij maken Surinaams schaafijs. Gaan we eerst eens even vertellen wat dat is? Ja, Surinaams schaafijs. Ja, het is een blokje ijs inderdaad. En een lekkere siroop. Vruchtensiroop is dat. Dat maak ik allemaal zelf. Het is iets dat je gewoon moet proberen en dan kan je heel, heel veel over praten. Ja, ik moet nog even verder praten, maar ik ga het straks zeker proberen. Is het lekker, dames en heren? Ja, het is lekker. Het is lekker. Goede zaken? Ja, zeker. Met dit weer wil het wel. Ja. Het wil wel. Hè? Jullie gaan nog even door hier met ijsjes uitdelen. Hartstikke bedankt dat jullie hier wilden zijn. Die van mij is hier, maar ik kom straks bij je terug. Oh, er zijn ook nog verschillende smaken, hè? Oh, lekker. Oh, waar ga ik naartoe? Ik ga naar de bar, volgens mij. Naar de volgende gasten. Even kijken, want de eerste campinggasten die arriveerden vandaag al voor het populairste evenement van Nederland. Dat over 11 dagen van start gaat. En dan heb ik het natuurlijk over de Nijmeegse Wandelvierdaagse. En je zult maar marsleider mogen zijn van dat evenement. Ja, meneer Sakkers, vorig jaar mocht u dat startschot nog lossen samen met Johan Willemstein, de toenmalige marsleider. Dit jaar doet u dat alleen. Bent u er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Dat kan ik iedereen verzekeren. En met mij de hele organisatie in Nijmegen. Ja, uit onderzoek deze week bleek dat de Vierdaagse het populairste evenement is van Nederland. De ouderen zien het vooral als een zware prestatietocht. De jongeren focussen zich vooral op de Vierdaagse feesten. Hoe ziet u dit evenement? Nou, volgens mij zie ik het vooral in de balans daartussen. Maar omdat ik natuurlijk de marsleider ben van de Vierdaagse Marsen, hecht ik toch eigenlijk meer aan het sportieve deel van de Vierdaagse Week. Waarom is het zo populair al sinds 1909? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik verbaas me er wederom nu in 2018 over dat er zoveel mensen uit de hele wereld naar Nijmegen komen om daar aan die Vierdaagse te gaan deelnemen, dat er bijna geen verklaring voor te vinden is. Ja, In die grote woorden als kameraadschap, sportiviteit, het unieke van het evenement. Daar zal het iets mee te maken moeten hebben. Maar het is ontegenzeggelijk geweldig populair. U heeft kruisjes meegenomen, hè? Nou, eentje, maar wel de laatste. Wel de laatste. En wat staat daarop? Nou, jullie redactie vroeg of ik hem mee wilde nemen. Ik zal hem even over camera laten zien. Dat is de Vierdaagse medaille die je krijgt als je 25 keer met succes hebt gelopen. En deze is echt van u, hè? Deze is echt van mij, ja. U heeft er 25 keer gelopen, moest afhaken vanwege een blessure. En toen dacht u, dan ga ik maar in die organisatie, want u bent al heel lang betrokken. Nou ken ik u vooral als strafrechtdeskundige. En nu moet ik u aankondigen als marsleider. Nou weet ik ook dat u de eerste niet-militaire marsleider bent. Maakt dat verschil? Gaat u het anders doen, bijvoorbeeld?
Ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Ik heb inderdaad geen carrière bij het ministerie van Defensie gekozen. Ik ben wel, zoals veel oudere mannen, gewoon dienstplichtig geweest in die tijd. Maar ik zie niet in waarom dat nou tot een andere invulling van het marsleiderschap gaat opleveren. Als dat gebeurde tijdens dat van mijn voorgangers. Nee, maar ergerde u zich bijvoorbeeld als loper aan? Nou, eigenlijk aan heel weinig, als ik heel eerlijk maar ben. Maar er moet iets zijn. Ik wil natuurlijk wel iets horen, hoor. Nee, natuurlijk is er iets. Nu is het druk, maar eigenlijk 20 jaar geleden, 30 jaar geleden vonden de wandelaars het ook al erg druk. He, dus als ik iets mee wil brengen, dan is dat toch kijken of we datgene kunnen doen, door bijvoorbeeld heel slim om te gaan met de startprocedure, dat we iets van... Ja, ik heb dat gisteren bij de persconferentie wandelcomfort genoemd. Dat we dat erin kunnen houden. Dat het voor de mensen ook leuk blijft om mee te doen. En ze niet voortdurend op andermans hakken trappen. Ik voel toch wat veranderingen aankomen. En het inschrijfgeld is omhoog gegaan. Dat houdt de gemoederen flink bezig. Gaat het volgend jaar weer omhoog? Dat weet uw leiding? Niet. Dat weet u niet. Nee. U sluit het ook niet uit. Ik sluit het ook niet uit. Kijk, een marsleider is natuurlijk een term voor iemand die gewoon voorzitter is van een bestuur. En dat betekent dat je ook verantwoordelijk bent voor een gezond, financieel gezond Zeker. Evenement. Ja. En dat betekent dat met de toename van allerlei kosten we aan de inschrijvers moeten vragen om toch iets meer te betalen dan dat in het verleden was. Waar we eigenlijk de mensen met een kleine portemonnee jarenlang gespaard hebben. Maar het gaat nu alweer wat beter. Dus ik dacht eigenlijk dat het niet alleen verantwoord was, maar ook noodzakelijk was. Duidelijk. Ik wil nog heel even terug naar de militairen, want ik zei, u was al heel lang bij de organisatie betrokken, hè? Onder andere met juridische zaken. Want als een militair gedisqualificeerd werd, dan kwamen ze bij u terecht. Een soort van rechtszaken op Heumersoord. Ja, dat klopt. Dat is gewoon een regel die al heel lang bestaat. Als een wandelaar, of dat nou een burger is of een militair, dat maakt eigenlijk niet uit, gedisqualificeerd wordt, hè? Bijvoorbeeld vanwege de bepakkingseis, maar ook omdat... Ja, men ziet dat men een stukje op de fiets is gaan wandelen tussen aanhalingstekens. Dan kan men daartegen, zoals dat in de sport vaker gebeurt, in beroep. En dat moet dan heel snel gaan, dat want anders kunnen ze de volgende dag niet van start. En dat wordt dan behandeld en dan wordt er bekeken, is die disqualificatie terecht of is die niet terecht? U bent een soort van rijdende rechter, maar dan op Heumersoord. Gaat u dat nog steeds doen, ook dit jaar weer? Dat hoort nog steeds tot het onderdeel van mijn bestuurlijke portefeuille. Dat is ja, te combineren hoor. Met het marsleiderschap? Lijkt me wel. Ja, dat lijkt wel. Waar kijkt u nou het meest naar uit? Eigenlijk toch een beetje stilletjes naar die slotdag. Hè. Dat fantastische gebeuren met al die blije mensen, die vermoeide mensen. Maar ook de mensen die voldaan zijn omdat ze het gaan halen. En daar kijk ik in mijn hart toch wel een beetje naar uit. Ook al... In de hoop dat ik dan opgelucht adem kan halen dat het vlekkeloos en laten we hopen zonder nare dingen is verlopen. Ik ken het gevoel. Ik heb het maar één keer gelopen. Vond ik al een hele knappe prestatie, moet ik zeggen. Wij zijn trouwens ook heel erg druk met de voorbereidingen. Want vanaf 3:00 's morgens zenden we live radio uit. En voor het eerst 3:00 live op tv. En dat allemaal van uw evenement. Mag ik u heel veel plezier vooral toewensen. Dankjewel. En als er nieuwtjes zijn of wat gebeurt, dan weten we ons te vinden. Hè? Zeker te weten. Henny Sakkers, dank u wel. En dan gaan we naar nog zo'n evenement, ook met landelijke uitstraling, waar we in Gelderland heel trots op mogen zijn en voor in de rij staan. Van een totaal ander kaliber, van 12 tot en met 15 juli, de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. En ieder jaar hebben ze een motto en een strijdlied. En het motto van de 22e editie is Leven voor de Dood. En het strijdlied is dit jaar geschreven door niemand minder dan, geef hem een applaus, Hans Keuper. Boven CEO, het feest gaat beginnen. Wij met elkaar, we leven ons los. Wij laten ons toch niet de boeksen opbinden. No niet, no en ook nooit niet. Nooit niet, nooit niet, nooit niet. Zeker niet hier op de Zwarte Cross. Wij stampt de wielen uit de grond. En pieën kunt u haast al horen hoesten. Met olken stoeven wij dan vrolijk in het rond. De benen zullen ons mangers niet verroesten. Dan hoor het met kameren gemuurlijk aan het bier. Kreeg de bolle bij het geer, de bolle bij het geer. Wie kreeg die dikke bolle, zeeuwen bij het geer. En met een halve groot plezier. Boy, is ze joh. Het feest gaat beginnen.
We met mekaar net hebben hoort los. We laten ons toch niet de boksen op binnen. No niet, no wel ook nooit niet. Nooit niet, nooit niet, nooit niet. Zeker niet hier op de Zwarte Cross. Ik wil ook nog even met je praten. Ik denk, je gaat maar door. Nee. Ja, ja nee. De Zwarte Cross duurt 4 dagen. Ja, dat duurt 4 dagen. Pak de microfoon er even bij. Ik denk, die man houdt dat niet meer op. Dat bent nog als strand vrouw nu, of niet? Oh, ja. Ik denk, grijp even in, hè. Moet je bij iedere man doen, hoor. Nee, dat lukt niet, hè. Ja, wereldberoemd in de achterhoek Hans Keupen. Onder andere als zanger en accordeonist van Beaufort. En daar wil ik het toch nog even over hebben. Ja, want als we het over de Zwarte Cross hebben en die prachtige dialectband van je. Jubileum dit jaar. Jazeker, 10e keer. 10e keer. Ja. Ach, het is jongenswerk. Het is jongenswerk. En ga je dan heel groot uitpakken ook? Ja, wie heeft er... En dat is wel heel erg leuk. Er is een grandioos goede kapelle in Breenbroek. En Breenbroek, dat ligt tussen Zillevold en Dinxperre. En dat is Sint-Antonius en die gooit met ons metspul. Niet het hele orkest, maar de trompetisten en de tuba-spullers en de bombardon ook in een paar klarinetten. Dus dat kan niet anders dan 5000 man gooit al de bas natuurlijk. En welke dag doen jullie dat? En dat is op een zondagmorgen. Oh, ik wil zeggen, niet 4 dagen lang, toch? Nee. Ja, zondagmorgen dan kunnen we daarvan genieten. Zwijt zo loskomen. Ja. Ja, waarom ben je eigenlijk gevraagd voor het strijdlied? Ja, nou vroeg me wat. Ik weet het niet. Weet je ik niet. Zal niet weten, Hendrik Jan en bellen op Hans wil hier een lied schrijven, een Zwarte Cross lied. Ja, en zittend gaat bedekt zich dan wat. Ja, en ja. Zo komt er aan. Zo is het gekomen. Nog even tot slot, ik heb er 1 zin uitgehaald. De braafste Hendrik Kump over de strepen. Mijn Achterhoek is niet zo heel goed. Ja. Maar dat is wel wat de Zwarte Cross is, toch? Uiteindelijk is de Zwarte Cross, en dat staat ook ergens in de tekst, lees nogmaals na. Uiteindelijk is de Zwarte Cross het grote feest van de onvernulligheid. Duidelijk. Colin. Als je het niet begrijpt, dan kom maar even langs. Colin komt uit Nijmegen. Ik weet niet hoe goed zijn dialect is. We hebben het niet ondertiteld. Nee, maar je moet wel wat mee doen in jouw lied. Nou ja, als ik iets in dialect doe, dat wordt echt helemaal niks. Nee? Dat wordt helemaal niks. Helemaal niks. Maar je gaat wel wat doen met de Zwarte Cross in het lied. Ja, Zwarte Cross komt zeker langs. Ja. Nou, zet hem op. Geef hem applaus, Colin. Door de hitte, ja de droogte houdt lang aan. Zoek verkoeling met mijn schaafijs in mijn hand. En het eind van een legende, Boris Orlof is niet meer. Zoveel betekent voor Nijmeegs hazenkamp. En Lisanne zoekt nog driftig naar die hork op zijn fiets. De opa is gelukkig weer op de been. En Hans Kemper gaat weer rocken. Met zijn nieuw strijderslied, de Zwarte Cross, daar gaan we met z'n allen heen. Is het al tijd voor de Vierdaagse? Een nieuwe leider aan de mars. En ik ga alle dagen feesten. Ik kan niet wachten tot het start. Maar nu eerst vakantie met de Week van Gelderland. Dankjewel, Colin Hoeven. Ja, kijk, ik heb het ijsje ontvangen. Moet ik even proeven? Smaakt heerlijk. IJskool, mannen en vrouwen. Het smaakt echt fantastisch. Ik ga u even bedanken voor het kijken de komende tijd bij Omroep Gelderland. Heel veel evenementen, zomer in Gelderland, Zwarte Cross, Vierdaagse. We zijn overal bij. Wij gaan op vakantie en zijn volgens mij eind augustus, 31 augustus wordt me ingefluisterd. Dan zijn we weer terug met de Week van Gelderland. Heel graag tot dan. Hele fijne vakantie allemaal. Dag.